Vicepremier Kaag reist later in de week naar Suriname voor overleg over de voorgenomen slavernij-excuses. Het doel van de reis is het gladstrijken van de plooien die zijn ontstaan door de manier waarop het kabinet de verontschuldigingen wil aanbieden. De Nederlandse regering erkent dat er veel onvrede heerst bij de Surinaamse regering en maatschappelijke organisaties. Het Nationaal Comité Slavernijverleden zegt in een persbericht het besluit van de Nederlandse regering te appreciëren om Sigrid Kaag, vice-minister-president, naar Suriname te sturen. Echter blijft het comité bij haar standpunt dat het aanbieden van excuses door Nederland te gehaast en onzorgvuldig is voorbereid. Het Nationaal Comité zegt dat Afro-Surinamers nu meer dan ooit eensgezind moeten optrekken. Het proces van eerherstel en genoegdoening moet samen bepaald en doorlopen worden. Het comité stelt dat de komst van Kaag aangegrepen moet worden om eensgezind een duurzame basis te leggen voor samenwerking om op een waardige wijze invulling te geven aan vereffening van de schuld van het slavernijverleden.